Nou, daar hoeven wij niet bang voor te zijn hoor, dat onze grote leeuw in ons hemdje staat. We gaan even naar de Twitter toe, want we hebben een Twitterbericht gekregen, iemand uit Oostenrijk. En die zegt van, goedenavond aan tafel met Vos. Ik hoor constant de apres-ski, denk ik van, nou, komt er nog wat anders op Radio 7 neer via aan tafel met Vos. Eerst het verdomd weer apres-ski. Nou, in ieder geval wel beter, wel leuke muziek. Ga zo door en we spreken elkaar gauw. Dus Twitterbericht. Dus Twitter mag natuurlijk Twitter... @twitter.com/aantafel794. En als je zegt ik heb Twitter, doe dan even @aantafel794. Dan komt het ook allemaal binnen bij mij. De mailtjes beginnen te stromen, alles begint te stromen. De huis van de reuze mee, dat willen wij natuurlijk ook meer bereiken. We gaan vanavond weer voor de eerste keer met Saskia praten, want die heeft natuurlijk weer een heerlijke recept voor ons. En wij gaan nog verder met apres-ski. En ik heb een apres-ski nummer gevonden. En ik vind het zo prachtig. En zo geen die ook zijn aan de beurt van Sieben Zunden uit 2009. Dat is er nog niet. Maar we gaan eerst naar Marcus Berger. Die bunte koe. Wow, hoor je wel? Weet je van, de koe is hier binnen. Ik heb gezegd, geen koeien binnen laten. Donderdag.